Burgemeester van Winterswijk, we staan hier in Winterswijk bij een behoorlijke grote brand. Hoe heeft u deze brand ervaren? Nou ja, vanmiddag kreeg ik op een gegeven moment ook de melding dat dat er een grote brand was. En heel veel respect vooral ook voor alle brandweermensen die zich onder deze helse temperaturen inzetten om deze brand te bestrijden. Wat doet u als burgemeester op het moment dat er een brand uitbreekt in deze droge tijd? Ja, vooral contact houden met alle hulpdiensten. Iedereen werkt goed samen. Ik heb echt respect voor de professionaliteit van iedereen op dit moment. In hoeverre waren omwonenden bezorgd? Ja, omwonenden waren natuurlijk bezorgd. Maar door het goede werk van de brandweer is daar gelukkig geen schade gevallen. Wat gaat er nu vanuit de gemeente met dit gebied gebeuren? Ja, we wachten eerst tot de brandweer klaar is en daarna kijken we naar wat we nog kunnen doen en wat we moeten doen. Dat zal de komende dagen blijken. Wat betekent de burgemeester in dit soort situaties voor de brandweer? Nou ja, ik vind het belangrijk om er te zijn, om de mensen te ondersteunen. En zeker, en dat heb ik al eerder gezegd, maar onder deze omstandigheden, wil je daar graag bij zijn. Dus ik ben ook graag aanwezig hier. U bent blij dat er genoeg manschap aanwezig was bij deze brand? Ja, er is goed opgeschaald. Uit de hele regio zijn brandweermensen naar Winterswijk gekomen. En dat is goed om te zien. Ik doe geen hesje aan, ik ben te bang voor dit.